Is de stream aan? Volgens mij wel, man. Oké, dan ga ik even kijken of ik die chat weer aan kan zetten. Wat gebeurt hier allemaal? Live gaan. Timer spelen in de avond, toch? Een dak dicht. Weet niet, ik laat gewoon alles zo staan. Ja, dak is dicht, juni, jezus. Nee, de video is niet gemaakt voor kinderen. Opslaan. Hey, grap, hoezo heb ik heel die on-air ding om mijn beeld heen? Fucked up. Ja, wil jij gewoon een picture kiezen? En niet bij die laatste twee gaan kijken. Ja, dat zei ik net, jongen, Timmy. Je moest die onderste uitzetten. Ja, tyfus. Ja, nee, wacht. Je kan nu... Ik kan hem snel stoppen en dan weer doen. Oh. Ja. Yeah. Voor delen en uitzendingen, ja. Screenshot installeren, uitzendingen instellingen. Ja. Aha. Sterk. Oké. Justin Verlander erop zetten. Ja, doe wat je niet laten kan. Maar jongens, welkom bij game 2. De game die eigenlijk nu gespeeld zou worden zou zijn Roelie tegen Ruwendrik, a.k.a. de Braves tegen de Dodgers. Maar Ruwendrik heeft... Wat is zijn excuus? Hij komt gewoon niet. Ik weet niet wat het is. Maar hij is niet opkomen dagen. Weten. Dus, en hij heeft zonder iets te laten weten, ja. Dus dit is gewoon één dikke vette los voor Ruwendrik, zijn eerste in het toernooi. En hij zei dat hij alles ging winnen. Nou, dat is dus in ieder geval niet gelukt. Los voor Ruwendrik, zijn eerste in het toernooi. Sorry. Maakt niet uit. Maar wat is de pitching matchup? Wie gooi jij, Timmer? Zach Greinke, volgens mij. Oh, Zach Greinke. Tegen wie gooi jij, Ibo? Charlie Morton. Charlie Morton. 2 om 1. Ibo tegen de 0-2. Timmer. Zach Greinke. Je hebt ook een pitcher die kan slaan. Kan een beetje slaan. Kan je mij nog een shareplay toevoegen? Oh, ik zit in shareplay niet. Wil jij die moderator doen? Ja, en hij kan natuurlijk ook weer fielden. Jezus! Diamond fielding. Zeg maar dan. Ja, ik kijk graag mee natuurlijk. Ja, dat is goed. Dan zet ik de shareplay uit. Kijk de tyfus. Jongens, we moeten wel beter gaan slaan, anders winnen we niet in de playoffs. Playoffs? Yes, sir! Godverdamme, yes, twee comebackers en hij pakt ze gewoon allebei. Diamond Fielding, ja, ja. Ja, Louis Sinders, jullie moest zeker spelen, maar onze ongeslagen kampioen, a.k.a. ik ga nooit verliezen, ik weet niet wat verliezen is, Ruwendrik, die komt niet opdagen. Hij is bang, man. Hij is bang voor Roelie, denk ik. Hij stond er nog wel zo goed voor.
Hij staat er hartstikke goed voor. Maar ja, niet opkomen dagen is gewoon een dikke vette L. Precies, wat denken jullie? Wat is de reden? Ja, ik denk dat hij straf heeft gehad van het CTO, aangezien hij zich weer heeft misdragen. Dat is zeker weten een L. Zeker weten een L. Dat maakt Ruwendrik ook 3 om 1. Dat maakt Roelie 1 om 3. Dat scheelt. Wat? Hou toch op. Let's go, Jimmy and Choi. Waarom beweegt die Bregman niet? Boost die 7 op 3, mooi. Nee, ik zit eronder. Dankjewel. Dank je. Eigenlijk was je ook gewoon uit op 3, maar man je. Ja, eigenlijk bestaat niet. Ja, maar hey, Ibo, als je mij trouwens no hit, dan kan je Time ook no hitten. Kom op man. Nee, ik heb je er eentje gegeven. Ja, mij kon je bijna no hitten, dan kan je Time no hitten, kom op man. Sowieso kan het al. Als Charlie is het geen ongeschreven regel? Of trouwens, hé, huh? Wacht. Ja, Timer gaat niet genoeg worden. Timer! Komt ie! Ja! Ja, je bent een beetje te laat, man. Hey boys, kunnen jullie even trashcan gebruiken? Wat gebruiken? Ja, dat was volgens mij de trashcan rule. Ja, want daar ging heel snel en Laat even weten wanneer die fast ball komt dan. Nu. Hey, with first base open, pitcher's definitely going to nibble and try and see if the hitter expands his zone. Count moves to a ball and two strikes now. Got him swinging on the aye, splitter. Coming to the plate now, Jordan Alvarez. And he could give his guys an early lead. Dat was thuis die time, maar die heeft echt een zieke thuisvoordeel natuurlijk. Sowieso. Hey, Jordan Alvarez. Ik heb nog met deze man springtraining gespeeld. Ja, jij was bijna ook een cheater geworden, hè, Sein? Ja, 2017, jongen, dat is het jaar dat ik ben gereleased. En wanneer begonnen ze te cheaten? Oh, jij wou zeg maar niet meedoen en toen zei je, je gaat maar naar huis. Nee, ik was die masterbrain. Ik had een heel programma geschreven. En toen zeiden ze, dit kan je niet maken. En toen was ik ontslagen. Come on, Bregman. Ja, en maar het programma gebruiken, hè, die gespeuken. One and oh, the count. A ball and no strike. Starts to go around, but the home plate umpire says he held up for ball two. Even though he was fooled in the box right there by that pitch, he was able to keep his hands back, not overcommit, to stay in this at bat. 2-1 now. Deze ook slag. I was check swing. Now that's when you know it's a good pitch. He broke off a really nice breaking ball down in the zone right there, and even though this is one of the best hitters around, he waved right through it. And that nope, misses ball four, ball four. So it's first and second now with two out. So it's first that and second good. With two men gone. And ambling over to the batter's box is Carlos Correa. Back up the middle. Oh, and it eats him up a bit. Fuck. Oh, het is maar goed dat hij echt een kanon is. Jezus. Zo, so, wie is dat? Wie is die korte stop? Willy Adames. Oeh, beste arm. Coming to the plate, Brandon Lau. He'll get to take his first cuts here. Number 8. Ai, 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 hanger. Come on, net sloeg je hem maar uit. Waarom? Into the windup, here comes the 0-1. Strike 2 as he swings and misses at a ball in the dirt. Oeh, waarom swing je op alles? Die gozer heeft 50 mil. Ja. Negentig miles by you. Zo, 90 by you. Nee. Hey, Timer, welke level ben jij? Zou niet weten, man. Op mij zag ik net iets met een 8. 88? Ja, denk ik wel. Hey, maar hoe werkt dat prestige? Want is het gewoon hetzelfde als goud en diamond ofzo, of gaat het nog trager?
Nog veel trager, zeg maar. Nog trager, man. Dus brons gaat heel snel en dan zilver gaat wat langzamer. Alles gaat best snel. Totdat je bij prestige bent. Prestige moet je 5 keer zoveel levelen eigenlijk. Oh, wow. Jongens, dit was een goede inning. Wendrick is echt een zieke no-lifer. Maar die alleen hij is niet alleen. Kan er nou? Get through. Fuck. Dame, spin throw. Way to do it, kid. Now with the plate, Yuli Gurriel. The first baseman. First pitch coming, here it is. Started to go down after it, and he couldn't hold back. It's strike one. Bottom of the second here with no score. Oh, ik dacht dat het voor Simmons was. Elke stream al een keer gezegd, maar die Simmons, jongen, hoe kan Simmons een 81 arm strength hebben? Ja, dat klopt sowieso niet. Dat klopt wel een leuk. Checked his swing there. Did he go around? No, says the first base umpire. Ball one. Dat slaat helemaal nergens op. En mijn jongens, er weinig actie in deze wedstrijd. Al mijn wedstrijden hebben weinig acties, hè? Mijn ook, man. Oh. Oh no. Hoe kan dat dan? Ik weet niet, ik ben denk ik gewoon... Ja, ik weet niet. Ik pitch denk ik beter dan dat ik sla. Niet dat ik goed pitch ofzo, ik moet echt uit jams komen de hele tijd, maar... Ja, ik ben gewoon pauper slecht, man. Dus heb je niet echt goed voorbereid dan op deze E-League? Ikke? Ja. Nee, maar voor de E-League ga ik ook geen no-life gamen. Ja, ik ben niet zoals Rendrick. Zo, weet je niet wat de grand prize is? Wat is het, jongen? Je mag een beetje mee trainen met de herenselectie. Ja, is goed met je. Je mag mee trainen met de herenselectie van het Nederlands team. Och, dankjewel. Dat wou ik nou. €5,000. Oh, zeg euro, ik bedoel stubs, sorry. Oh, nice. Kom! Hij slaat hem eruit! Hij slaat hem eruit! Oh, ja! Yes, sir! Hey, ik zei het in mijn eerste wedstrijd ook, man, tegen Martijn. Ik heb vertrouwen in mijn pitchers. Wow. Dat is een cutter en het is... 3-0. Lekker. Ik hoorde, kunnen we dit nog investigaten? Want ik hoor er ergens wel een paar bangs. Wauw, crazy. Hey, check swing, man. Count remains 2 and 2. Charlie Mortick krijgt even een bom tegen van Cranky. No sweat. Yeah. We hebben eerder 3-0 achter gestaan in de E-League. Oh ja? Tegen wie? Tegen Martijn. Oh. First pitch on its way. Bring her. Good pitch there. Had him a little out in front. Strike swinging, timing a little count. Off on that one. Jongens, hoe zit het met jullie voorbereiding op het seizoen? Ja, hard trainen elke dag natuurlijk. Ja, nee, maar jullie spelen al met Storx of trainen veel of wat is het? Ja, we trainen gewoon 3 keer per week. 3 keer, en jullie met quicktimen? Ja man, maar ik heb ook een slagkooi in mijn achtertuin, dus daar sla ik ook... Van al de filmpjes. Ja. Een mooie kooi hoor. Thanks. Die tuin krijg ik gewoon illegaal betaald op college. Was het maar zo jongen, was het maar zo. Ai, je ging man. Oh, Charlie Morton alweer eraf? Ja. Na die home run op mijn pitcher, tuurlijk. Eigenlijk had hij hem ter plekke eraf moeten halen. Kom maar even wisselen, jochie.
Ja, kom maar even babbelen met de pitching coach. Jij doet iets super goed. Kom maar even babbelen. Even babbelen. Hey, dat was niet zo best. I like the idea of taking it and making the pitcher bring something a little more hittable. Ay. That's going to be a base hit. So a great job off the bench, and he's aboard here to lead off the inning. The batter, the center fielder, Kevin Kiermaier. Hey, Framber Valdez, daar heb ik ook mee gespeeld. So here's Kevin Kiermaier. He'll take a breaking ball too low and it's 1-0. Man ook jongen, sprak geen woord Engels. After grounding out in his only trip to the plate so far. Here's a high pop. Zijn pitchers laten maar uit spel. Waarom om? Do this himself. That's the first out. At the plate, Willy Adames. He's ready. Here's the first offering. And this one runs up high. Ball one. 2-0 now. Dat 91 dat lijkt wel gruwelijk hard hoor in die camera die takken gebruikt aan slag. Deze gebruikt voor het slaan of het pitchen. Slaan heb ik een andere man. Yeah. Ja. Het ziet er niet zo goed uit voor Ibo. Hé, hey, maar ik wil niet heel veel zeggen, maar ik kreeg net wel even een flashback tegen Martijn. Oh, je hebt een walk-off, hè? Ook wel, ja. Walk-off, even meteen, ja. Gooit hij eigenlijk two-seam curveball, four-seam slider. Hij is wijd, man. Nee, joh, die was slag. Three balls and a strike to Houston's left fielder. Oh, Bart Hanegraaf appt mij. Hij zegt, je had gebeld. Ik zeg, ja, ben je nog bij het CTO? Of hebben die niks? Hendrik moet in de E-League spelen. Doei. En jullie teammates en zo, volgen jullie ook een beetje tijdens de E-League, boys? Ja, zeker. Dus ik mag niet verliezen, anders hoor ik het hoor. Oké, ze kijken wat dus. Hij check swing, man. Je wou niet check swing, je was aan de guess time, man. Dat doen we hier niet. Light piece. Oké, dat was wel een guess, man. Oh, bij jou. Come on, G-man. Oké, kijk, als je deze ene niet scoort... Oh ja, Ibo, ik was net al even vergeten dat die G-man gewoon jouw wedstrijd redt tegen mij. Play. Ongelooflijk, jongen. Die Aziat legt even zijn dikke vette buik ervoor. Pijn doet het vast niet. Zo. Oké, volgende power pitcher gaat warm gooien. Red even de wedstrijd voor hem, hoor. Even serieus, hij scoort drie. Ja. Zijn pitcher slaat home. Ik dit spel zo... Ik vind Blanky een bom slaan. Ja, dit is wat het is. Meadows, Renfro, Choi. Blanky, zullen we het hier gaan doen? Doe het maar even, Jokie. Of zoals Sim Bussum zeggen, dude, man! Hey, ik heb wel geleerd van die vorige keer, man. Gelijk even andere pitchen nu. Oh. Ja. Vorige keer. Ik hoop dat je een lefty erop hebt. Heb ik ook mee gespeeld. Jongen, al die Astros. Mooi, man. Oh, hey, ik krijg een appje van Bart Hanegraaf dat het CTO niks heeft nu. Nee, klopt. Psycho. Dat zijn ook grote hij zou thuis moeten zijn. Vreemd. Dat is dus gewoon een dikke vet L. Guaranteed L. Fastball, two-seam, knuckle, curve, change-up, slider. Veel te veel pitches om op te letten. Nice.
Oh, wauw, ik heb dat genomen. Okay. Wind up and the 0-1. Je wilt die fastball, fastball middelhoog niet slaan, hè? Begrijp ik. Nee. Ik dacht, weet je wat, je neemt een pitch, je staat achter. Die willen we wel. Ja! Sowieso gaaf. Goed geslagen met ons. Rulli zegt Elverwen. Ik las net de regels over. Kijk, Rudy weet gewoon dat hij dat nodig heeft. Ja, en die is weer fout natuurlijk. Tuurlijk grap. Het gaat fout. Wow. At the board. Good pitch around the knees, but it doesn't quite catch the bottom of the zone. Ja, ik zat even sectie 43, artikel 20b. Niet opkomen dagen en je telefoon niet opnemen is guaranteed L. Ja, mooi gezegd zijn. Wou ik zeggen. Nee, Ruben is niet opkomen dagen en we krijgen hem ook niet te pakken. Maar betekent dit ook dat hij gewoon... Ja? Ja. Mij voor over de man, ja. Daar mij even... Als ik hem zo zie, vind ik hem niet heel spectaculair, maar ja. Hij werkt wel. Hij is niet zo spectaculair. Tot nu toe werkt hij wel, maar ja. Ach, dat is vroeg. En weet je wat het is, Gewendrik? Als Gewendrik niet op kon dagen en hij zei dat hij niks ging verliezen, dan verliest hij maar door de regels. Sowieso! Nou heb ik deze potje twee comebackers tegen in de shift. Ja, Timmy, jullie hebben opgelet. En weet je wat het is, Ibo? Neptune zit ook niet elk potje in de hoofdklasse, hè? Die hebben ook wel eens pech. Ja. Net als ik net tegen jou en jij nu tegen Takken. Ach ja. Maar het is nog niet afgelopen. We komen terug. Kijk, dit is jouw laatste slagmas, zeker weten. Want je gooit geen 100 meer, dan is het niet meer interessant om je deugd te hebben. Skied into straightaway right. And this is taken in just shy of the. Het doet me alleen pijn dat ik nog steeds 3-0 achter sta en ditje alle drie de punten binnen heeft geslagen. Dat is een slagman. Hey, je zei dat de laatste slagman was, ja, maar ja, hij had even naar de coach gesignaleerd dat hij toch nog 100 kan gooien. Ah, oké. Okay, okay. Nee, dan is het goed, dan is het goed. Hele goede curve achter de hand heeft nog. Dat was geen curveball, dat was gewoon laag. Well wide of first. The 0-2 once more. Ball. If I'm in the box, you take a step. Nou heeft hij toch pijn aan zijn lies. Dan doen we toch uit. Jezus, ga je nu naar een andere pitcher toe. Castillo, a right-handed reliever standing 6-3, gets the ball now out of the bullpen. Ja man, ik wist dat je met die slider kwam. De tandjes. Ik had echt op bedacht van, ja, hij heeft twee slag. Dikke Castillo is bekend voor zijn hardstuff. Oké, slider. Even kijken, het probleem is, ik heb geen bench, man. Je hebt Josh Reddick. Ja, maar tegen rechtshandige power 48, maat. Ah, dan maar hem, hè. Waarom niet? Kyle Tucker. Gewoon vier, hey, gewoon drie fastballs, oog hoog te geven, hij staat er toch naar. Nou, één fastball hard aan de binnenkant is gelost. Heb je die niet gezien? Was live, hij was aan het slaan, ging ze drie fastballs, hoog, gewoon echt chest hoogte. Alle drie ging die. Ja, waarschijnlijk ga je op, ja, ik ga sowieso op fastballs in mijn gezicht. Waarom weet ik niet. Hey jongens, Rowendrik met de app.
Geef me doubleheader dan. Sorry man, heb ik gemist. Zeg eerst. Nee, hij mag geen doubleheader. Hij mag geen doubleheader. Ik had koplijn, dus ik viel in slaap. Roelie, ja, ja, Roelie, ja, ja, wat vind jij ervan? Roelie, wat vind jij ervan? Wacht, wacht. Hey. Ibo. Bob komt net online. Die moet nog heel even... Ik wil even Bob zijn mening weten. Bob zijn mening weten voor... Bob van, gaat hem toch een partij shit geven, jongen. Ja, nee, daarom wil ik even de party. Ik heb hem even voorgesteld. Let's get it. Roelie, ja, Roelie. Oh my god. Ja. Er moet even die party komen, die Bob. Niet weer hanger. Shit maakt me helemaal gek. Bob! Hey! Heb je het meegekregen of ben je niet de stream aan het kijken? Nee, ik ben nu net thuis van werk. Oké, luister. Nu moest eigenlijk Roelie tegen Ruwendrik. Maar Ruwendrik is niet opkomen dagen. Zoals we hem kennen. Ja, dus is dit net als in clutch situaties komt hij ook mee. Maar, nee, dit is gewoon een los, toch? Ja, dat lijkt me wel. Ja, maar we wouden even van jou nu net, hij zegt in die groepchat nu. Hij zegt in die groepchat, geef me ook dubbelheader. Sorry, ik heb het gemist. Ik had koppijn, dus ik viel in slaap. Kijk, weet je wat het is? Hey, weet kijk, als je dat van tevoren... Kijk, Ibo die geeft van tevoren aan, luister, ik kan niet, kan iemand van mij. Duidelijk. Ja, een paar dagen van tevoren, duidelijk. Ja. Wat doet Ren, die gaat weer smoesjes verzinnen. Ik heb een koppijn, nee. En dan komt hij gewoon niet, omdat hij bang is om te verliezen. Van Roelie, ja. En dat snap ik. Want Roelie, die is natuurlijk, als hij goede controle heeft en zijn moeder loopt niet voor... dan is hij goed, hoor. Ja. Dat kan niet wel. Yo, maar hey, wij zitten wel even te praten, maar is dit een comeback? Nee, je hebt hem naar 2 gestuurd, Ivo. Doet het dan. Dit wordt een moeilijke keuze. Hij heeft een rijdeel op de heuvel, dus eigenlijk moeten we een lefty. Ja, maar als je 54 contact hebt, heb ik niet veel aan je. Wat is het net geworden trouwens tussen Stijn en Ivo, toch? Ja, is dat een vraag? Even serieus, is dat een vraag? Nee, ik geef hem in de 5e inning geef ik hem een hit. Slaat hij toevallig wel een horen. Ik heb een hit. Easy W. Easy W. Bob, ik adviseer je, kijk de game even terug. Kijk hoe vaak ik de voetbal raak. Ja, dat zeg ik ook altijd, maar voor mij is het... Ja, moet je maar eens even kijken voor lol. Ik wou bijna een lefty op hem zetten, man. Hey, takken! Ja. Wat zet jij nou weer te lullen met je geen barrel? Die bal zat vol op je stok. Nee, totaal niet, man. Geloof nee, mij. Jongen, je moet niet stoeren, jongen. Nee. Geloof mij. Hij was niet op mijn barrel. Want dan had ik hem ook echt gepimpt. Als hij op mijn barrel was, wist ik dat hij eruit was, had ik hem gepimpt. Mee? Nee, man. Tegen nee, geen win, man. Roelie zegt, haha, ik word echt nog beter na 3 verloren potjes. Ja, kijk, je hebt die win tegen Ruin gewoon even nodig, weet je. Gewoon voor het zelfvertrouwen. Nee, Ibo yes, dan sir. Oké, nou wordt het interessant. Legt hij weer chop. En je moet zorgen dat Meadows gewoon aan slag komt deze inning. Kevin Kiermaier. Kan je niet gewoon je pitch laten slaan en hem een DH gebruiken? Jezus. Weet je wat het mooie is? Takker staat 3-1 voor Bob door een 3-run shot van fucking Zach Greinke. Ja, maar die kan beuken natuurlijk. Ja, ik ken het wel. Die 40 pop. Nee! Yes, sir! Willia, dames en niet. Hey, dit is niet Kiermaier, maar Kiermaier. Die staat alleen met de Maier. Kiem is Maier. Nee! The game is tight, boys! The game is tight, boys! Ja, die gaat de gap in. Ja, dit is een tight game. Of is de ground rule double? Oh, net niet.
Nou, wie krijgt maar een slag? Austin Meadows. Give me the lead, boy. Heb je iemand opgewarmd, Ibo? Ja, tuurlijk. Je begrijpt toch wel dat ik vertrouwen in mijn team. Ja, dat is toch een 97. Hey, Frambert. Daar heb ik ook mee gespeeld. Mooi man. Hey, oh, kijk, hij is er hoor. Wie er is. Ai. Hoeveel is nou? Drie omheen. Wat spannend. Ja. Hey Roelie, als je de stream zit te kijken, Rowendrick toont net de party. Hey, maar dat zat ook nergens op trouwens, want Ibo was ook laat, nee, te laat. Nee, die heeft het Ibo laat het weten. Ibo heeft het netjes doorgegeven. Yo, homo's. Colin Poche. Southpaw standing 6'3" gets the ball now out of the bullpen. Up to the plate next. Hey, maar kan het niet meer dan? Of ja, Roelie had om 9:30 de Zoom call. Oh. Maar speelt Ibo niet? Ja, Ibo tegen takken. Oh? Staat 3-3, bal om 5. Jezus, gooi slag man. Jezus. Ze weet allemaal wat er komt ook nog. Ik zat net al een trashcan na te doen hoor. Ready once again, George Springer. Daarom sloeg die Krenkie maar eruit. Back up the middle. Oh, hij gaat een drie gooien. Wat is dit? Ik Storks dingen. Dat moet een nieuwe hashtag worden. Hashtag Storks dingen. Oh, je gaat niet naar 3. Keymaatje is dat al. Now a bunt attempt here as he gets this one down. He's out of there. Fuck! But he'll put this in his pocket and be content with just one. Oh, takken. Wil je bij Neptunus komen spelen? Wat dan? Met je 3 hole en 1 en 2 bezet stoten. However, the double play in order here. And this one's in the dirt. Dat doen wij ook altijd. Corral this quickly as the runners hold on. Wie was gaan slaan? Was derde Korea? Nee, Jordan. Alvarez? Ja, Jordan. Hey, jongens, mijn ding zegt. Nee, joh! Wat zeg je, Ruin? Rudy zegt, zeg maar, speel op een andere dag. Dat doet je pijn, hè? Ik vind dat je gewoon een loss hebt. Nou, dan is ook gewoon een automatic loss 10-0. Dan is het ook 10-0, hè? Dan is gewoon 10-0 pakje van Rudy. Dat kan niet even, Slimbrick. 10-0 pakje van Rudy. Je kan alleen maar los krijgen, maar misschien waarschijnlijk krijg je hem 1 of 2 punten verzorgd. Jezus. Oeh, dat mag je niet doen. Change up. Waarom geef je die Korea niet gewoon verwijt, pik? Ga lekker op Henley pitchen. Ja, ik wil een beetje moeilijk pitchen, maar die Colin Poche is altijd raar. Wat gaan we gooien? Oké, okay, dit. Hey, maar hoe is die andere wedstrijd gegaan, hoor? 2-1 verloren van Ibo. Oeh, Ibo komt terug, hè? Nou, weet je wat het mooie was? Ik had 1 en 2 bezet, 0 uit. Of nee, 1 en 2 bezet? Ja, wel 0 uit. Ik weet niet eens meer. En toen sloeg ik een bal down the line. En toen dook G-Man Choi. En die had hem. G-Man Choi? Op 1. Nee! Oh, zo. Wow! Yes! Wow! Yes! Wacht, hoe? Oh, yes! Yes! Oh, wat een bliedertje! Yes, sir! Wat een ach, dank je. Ja, maar deze game is under investigation, hè? Want ik hoorde een paar keer een trashcan in het publiek, dus ik weet even een beetje nog even kijken. Maar takken, deze was inderdaad niet vol op je stok. Dat Roelie zegt, ik laat het publiek beslissen. Wacht, hoe is ze al toeveed? Hey boys, hoe is ze al toeveed de man of the match? Ach, dat was me toch een pot. Moet sowieso cranky zijn, man. Ja, inderdaad. Hé, maar Daan, we moeten even een poll op Instagram gooien, denk ik. Nee. Ja, ik denk dat we dat moeten doen. Hoezo zijn jullie zo? Maar ik zie jullie zijn naaiend. Ja, Ruen, jij bent gewoon... Hé, Ruen. Roelie zegt, laat het publiek beslissen, zegt hij. Hé, Ruen, je hebt niks gezegd. Je hebt het niet op tijd gezegd. Dus die poll is eerlijk genoeg. Ja, we hadden eerst sowieso gezegd van ja, je hebt een los. Nu heb je het publiek nog. Het is toch een leuke wedstrijd, joh. Ik denk Roelie.
Kijk, leuk. Hoog niveau. Ja, super hoog niveau. Nee, hey, Bob Stein, gooi even die poll op Instagram. Ja, ga ik doen. En dan... Jullie nog de wedstrijd zien van Rudy Garuda. Is de stream afgesloten? Ja, jongens, bedankt voor het kijken. Is goed.